Goeiedag. De eerstkomende dagen blijft het prachtig meizomerweer. Met morgen voor het eerst dit jaar op het landelijk hoofdweerstation De Beeld de zomerse 25 graden. En vandaag wordt het al wat warmer dan gisteren. Met in onze omgeving nou, een klein beetje bewolking. Een Beetje sluibewolking, maar dat stelt niets voor. De zon komt daar goed doorheen. En pas in de loop van volgende week komt is deze regenstoring vanuit Spanje opzetten. Waar het trouwens op sommige plaatsen behoorlijk slecht weer is de eerstkomende paar dagen. Met veel regen op sommige plaatsen bij ons niks van het alles zon overgoten ook vandaag vrijdag 6 mei en warmer dan gisteren tot 24 graden met een matige oostelijke wind nou, vanavond en vannacht neemt de wind een tikkeltje af maar gaat niet liggen het blijft helder en minimumtemperaturen in de dubbele cijfers 11 tot 13 graden kouder wordt het niet en het weekend blijft het prachtig weer de zon blijft dat bundig schijnen ook op maandag en het wordt morgen gemiddeld 24 graden in de beeld dus voor het eerst zomers warm 25 graden, in het zuidoosten 26 graden. Vanaf dinsdag nog wat minder warm, maar de lucht wordt vochtiger, dat wordt wat benauwig. En dinsdag ja, voor het eerst dan een paar regen- en onweersbuien. Maar even niet aan denken.